We gaan de frit op een totaal andere manier brengen. Een nieuwe manier van frit maken. Namelijk Crispy Friends. En eigenlijk is het zeer eenvoudig. Het is een ecologische manier om frit te maken. Want de verpakking, we hebben eigenlijk geen koeling meer nodig. En ten tweede, we gaan naar 25% minder vet. Dus wat doen we? Eerst en vooral nemen we eigenlijk de cilinder van de machine. En we gaan het vaste, het ronde gedeelte hierop gaan draaien. Dus hop, met de topjes naar boven, totdat dat goed vast zit. Dan gaan we een beker water nemen, koud water. Dat is zeer belangrijk, dat mag nooit lauw zijn. En dan gaan we het zakje nou klaarleggen, openmaken. We hebben hier voldoende voor 4 personen. Kijk, heel weinig ruimte neemt dit in. We gaan het water in de beker gieten. We hebben daar ook eigenlijk een trechtertje bij. Hoep. En het belangrijkste is nu dat we eerst beweging in het water krijgen. Ja. En als die beweging loopt, dan gaan we dat er gewoon bij mengen. Tot we een vaste massa krijgen. Goed het zakje leegmaken. Het koude water. En blijven mengen totdat die massa heel vast wordt. Voilà. Je kan dat nu een tijdje bewaren in de koelkast. Dat kan een dag op voorhand gemaakt worden. Maar belangrijk is van het eventjes te laten rusten. En eigenlijk het af te dekken zodanig dat het niet oxideert. We gaan nu de onderkant eraf halen. Voilà. En we gaan eigenlijk het frietenvormetje erop zetten. Dus in de toekomst zou het ook kunnen dat we daar andere vormetjes in zetten. Dus sterretjes, wat dan ook. Dus opnieuw hetzelfde. Vastdraaien met het snijdertje. Goed. Als we dit geheel hebben, dan gaan we eigenlijk onze pers erop draaien. Dan gaan we het bovenop de pers gaan zetten. En dus met die pers gaan we eigenlijk frietjes gaan persen en iedere keer afsnijden. En we gaan gewoon de frieten eigenlijk de lengte maken die wij echt willen. Dus dat zijn nu hele lange, maar we kunnen ook heel kleine frietjes maken. We kunnen ook op deze manier het deeg eigenlijk behouden, dat is 2 keer. Dus we gaan ze nu bakken op 170 graden. Een beetje losmaken als ze in de frituur zijn. Het ecologische voordeel is uiteraard dat je veel minder stockageruimte nodig hebt. Die hoeft niet gekoeld te zijn. Het transport gebeurt ook zonder koeling. De ruimte en dan natuurlijk 1 keer bakken, 1 keer de olie en ook maar 1 keer vet. Voilà, we hebben heel knapperige, krokante frietjes. Die we nu gewoon met zout, met currypoeder, met paprika, wat we ook willen, kunnen serveren. Eventjes het vet er nog afschudden. En voilà. En nu proeven.